De begroting van sociale zaken van vicepremier Lodewijk Asscher. En wat je ziet, dat er een soort massale aanval is vanuit de oppositie, maar ook vanuit de coalitiepartij, de VVD, op Lodewijk Asscher. Hij belooft veel, maar levert veel te weinig. De economie groeit weer, maar de werkloosheid neemt niet navenant af. Grote woorden, weinig daden, dat is de kritiek. En Asscher moet zich daar vandaag voor het eerst tegen verdedigen. Het heeft natuurlijk een politieke component, want het is wel de kroonprins van de Partij van de Arbeid, als mogelijke opvolger van Samson. Maar tegelijkertijd, ik herken wel iets in die kritiek. Als ik hem meemaak op de vrijdagse persconferentie, als hij Rutte vervangt, dan zijn het vaak op vragen. Hele mooie antwoorden, goed voorbereid, maar het zijn wel mantra's. Het is iedere keer hetzelfde als je het naleest en nakijkt. Hij zegt eigenlijk niks. Nou, vandaag zal hij even moeten vechten. Moet aantonen dat hij wel daadkrachtig is en wel echt resultaten boekt. Hij moet zich verdedigen tegen een hele kritische Kamer. Niet alleen de oppositiepartijen, maar ook coalitiegenoten VVD. En dat zegt wel een heleboel. Nou, verder deze week natuurlijk veel nieuws. De klimaattop in Parijs. Andere zaken aan de orde. Maar politiek gezien is dit wel even een dingetje van de komende 2 dagen. We gaan ermee aan de slag.